Oké, terug uit die 5 minuten limiet natuurlijk. Ga even kort verder doen. Dus ik had het over die klasse 1 sensor, of dongle noemen we die ook. Misschien iets dom dat ik nog niet vermeld heb. Het zijn natuurlijk gewoon USB-sticks, hè, dus je kan die in elke USB-poort steken. Goed, dus een externe antenne die je er gewoon kunt afnemen. We hebben eigenlijk verschillende antennes die we daar kunnen opdraaien. Dus met allemaal dezelfde schroefdraad op. Dat is de kleinste, we noemen die de stub-antenne. Dan dit is een grotere variant eigenlijk van hetzelfde type antenne. Dat is de 5 decibel antenne. We hebben ook nog een van 3 decibel, dus eigenlijk wat groter ligt die tussenin. En dan dit is de patch-antenne. Wat is het grote verschil tussen enerzijds die patch-antenne en anderzijds deze staafvormige antennes? Wel, deze antennes die noemen ze omnidirectionele antennes. Wat de naam het zegt dus, die vangen signalen in alle richtingen 360 graden rond die as. Dus in alle richtingen gaan die de signalen even sterk opvangen. Deze directionele antenne uiteraard niet. Die gaat enkel in de richting naar het scherm toe in dit geval. Gaat dat de signaal veel sterker opvangen dan aan de zijkant en dan aan de achterkant. Maar eigenlijk om het verschil te illustreren, ga ik het beter eens tonen op mijn scherm. Okay. Waar Google allemaal niet goed voor is. Dit is eigenlijk het stralingspatroon van een omnidirectionele antenne. Dus zoals je kunt zien is dat eigenlijk een soort een donutvorm, laat ons zeggen. Waarbij dat direct natuurlijk een belangrijke opmerking is. Dus die z-as die je hier eigenlijk ziet, dat is dan waar dat die staafvormige antenne is. Belangrijke opmerking dan is dat je dit soort antennes steeds recht moet hangen. En niet horizontaal, want anders gaat die donut bij wijze van spreken op zijn 90 graden gedraaid worden. Dan ga je vooral in de hoogte en naar de grond toe gaan opmeten in plaats van in het horizontale vlak. Tenzij dat natuurlijk iets is wat je net wilt. Het stralingspatroon van zo'n patchantenne is eerder deze vorm, waarin je dus ziet dat je normaal gezien wel ook 360 graden rond het signaal gaat opvangen, maar dat je in één richting een veel sterker signaal gaat hebben. Vandaar de naam directioneel. Mijn camera aanzetten. Dat is dus eigenlijk, het zijn dus eigenlijk de twee grote groepen van antennes. Enerzijds de klasse 2 antennes met een interne, sorry, klasse 1 sensoren met een interne antenne. En dan de tweede groep is de klasse 1 met een externe antenne. Dan het laatste wat je nog nodig hebt is een, of ja, misschien nodig hebt, is een USB-kabel. Dus gewoon een verlengkabel voor USB, zodat je 5 meter, dus de lengte is 5 meter, zodat je 5 meter speling hebt tussen je scanner, dus of je rekeneenheid, beter gezegd, en je sensor. Omdat die sensor meestal wel redelijk strategisch moet hangen. Niet achter een betonnen pijler, bij wijze van spreken, want dan ga je maar heel weinig opmeten. Belangrijke opmerking bij deze USB-kabel is dat je die niet eindeloos aan elkaar gaat kunnen verbinden. Dus je kan niet 50 meter USB-kabel tussen je rekeneenheid en je sensor gaan hangen, want dat gaat niet werken. Het is zelfs meer restrictief. Zelfs als je twee kabels aan elkaar gaat hangen, is de kans al groot dat de sensor niet meer gaat werken. Oké, dat zijn eigenlijk de verschillende componenten. En dan in de volgende screencast ga ik uitleggen hoe dat je zo'n toestel installeert. Het lijkt moeilijker dan dat het is, want het is eigenlijk kinderspel.